Goedendag, we hebben in de studio mevrouw Henna Surjusing. Ze is directeur International Business op het ministerie van Buitenlandse Zaken. En tijdens de ACS-beurs is een van de aandachtspunten natuurlijk business. En met haar gaan wij dan daarover praten. Mevrouw Surjusing, welkom. Ja, dank u wel. Zware dagen tot nu toe gehad? Zeer, zeer zeker. We zijn best lang bezig geweest met de organisatie. Ja. Dat was aardig wat, omdat je dus de ondernemers, moest, niet alleen de Surinaamse ondernemers, maar ook de buitenlandse organisaties en ondernemers moesten informeren, faciliteren. En we hebben dus de layout bedacht. Dus, maar wat we nu zien, het resultaat maakt alle werk goed. We zijn heel blij ermee. Nou, alles in Suriname staat in het teken van de ACS-vergadering. Hoe belangrijk is zo'n meeting voor Suriname? Heel belangrijk, want het gaat om de Greater Caribbean. Die houdt in 25 lidlanden, geassocieerde observer states, NGO's. Dus het heeft een heel grote impact. We praten dan ook over landen als India, Japan, Korea. Als niet de lidlanden, maar ook die hebben dus iets te maken hiermee. Saoedi-Arabië, ook Kuwait. En het zijn ook grote landen, los van Bahama's, Guyana, Trinidad, waar we over praten. Dus de impact is heel groot. En dit vinden we een fantastische gelegenheid om Surinaamse bedrijven de gelegenheid te geven om te netwerken, om hun producten te bespreken, om hun challenges te bespreken. Het gaat hier niet zozeer om een beurs waar je direct je producten gaat verkopen, maar dit is je gelegenheid om alle opportunities te bespreken die je kan hebben in de wereld. Dat is niet ook de Greater Caribbean. Ja, het bevestigt eigenlijk dat je als bedrijf niet op een eiland bent, maar dat je echt moet gaan netwerken om groter te worden, om te groeien. Ja, u zegt het heel goed. Het netwerken, daar draait dit allemaal om. Dit is, je gaat bespreken hoe heb jij dat ervaren? Wat zijn jouw problemen? Wat heb je allemaal gehad? En hoe kunnen we samenwerken? We hebben bijvoorbeeld Sint Lucia, Trinidad, Guyana. En de mensen kunnen met elkaar praten. Onze Surinamers, zij zelf, onze Suriname Investment Agency is er ook. Suriname Investment and Trade Agency, CITA. Die legt ook zijn contacten hier, zodat ook die verbindingen makkelijker worden voor andere ondernemers die via CITA gaan werken. Ja. Dus het is een heel goede gelegenheid voor zowel de landen van de member states als voor onze ondernemers. Ja. In het verlengde daarvan hebben landen, de ACS-members zeg maar, vooraf aangegeven of ze strategische samenwerkingsverbanden willen aangaan met Suriname of Surinaamse bedrijven? Dat zijn nu de discussies die lopen. We hebben paneldiscussies. We hebben ook een cooperation conference. Daar worden samenwerkingsmogelijkheden deze twee dagen besproken. Gisteren was het business forum. En daar hebben we gesproken over connectivity. De transport, alle opportunities, alle challenges die er zijn, investment en agriculture, dat is heel breed. En in al deze panels zit dan tenminste één Surinamer. Ja. En verder zijn het de lidlanden. En dan worden nu de strategieën en de mogelijkheden besproken. De cooperation conference is vandaag en die hebben we ook, dacht ik, veel meer onderwerpen, waaronder mangroven, wat voor Suriname heel belangrijk is. Dus de strategieën, die worden allemaal besproken. Dat is deze bijeenkomst. Ja. Nu. Dus dat gaan we allemaal nog na de ministeriële conferenties gaan we dat vernemen. U bent er zeker van dat na de conferentie de bedrijven hier hun contacten hebben gelegd of gevonden? Heel zeker, heel zeker. Net heb ik weer door de beurs gelopen en het is een heel prettige sfeer. Je moet niet verwachten dat je vandaag zaken gaat doen, maar vandaag begin je te netwerken. Je legt je contacten en dat ga je dan uitwerken. Je gaat het opvolgen hierna.
Bijvoorbeeld zie je een rumproducent uit Sint Lucia en die kan hier komen praten. Onze wijnbedrijven, lokale wijn, die gaat dan weer bijvoorbeeld bij de andere investment agencies en die kunnen het contact doorbrengen naar hun importbedrijven. Zo ja. gaat het dus werken. Mm-hmm. Dus het ziet er heel goed uit. Oké, okay, we gaan afsluiten, mevrouw Surjusing. Ja. Heeft u misschien nog wat toe te voegen? Ja, ik zou zeggen, dit is de eerste keer dat we vanuit het directoraat en vanuit Bibeso internationale beurs hebben georganiseerd. Ja. En we hebben direct gemerkt, er is animo van het bedrijfsleven. De mensen hebben de kans direct benut ook, zoals wij dat hebben aangeboden. Dus we gaan zeker kijken wat we in de toekomst nog kunnen doen. Want dat is ook de bedoeling geweest om international business te supporten. Dus wij gaan van onze kant zeker ook nog alles doen om verder dit op te pakken. Dank u wel en succes. Heel hartelijk dank ook voor het interview.